Goedemiddag, we zijn hier op de Vijverberg, de thuisbasis van voetbalvereniging De Graafschap. We zijn hier vanmiddag bijeen rondom het thema CSRD. Dat gaat over duurzaamheidsverslaggeving voor het midden- en grootbedrijf. Nou, we hebben nog geen stappenplan geschreven, maar het is wel, als je het samen doet en je beduidelijke roadmap, dan gaat het komen, denk ik. Dus daar ben ik wel erg blij mee. De gedachte bij de samenwerking is dat we branchegerelateerde bedrijven aan elkaar koppelen met ondersteuning van Robinhood en van Stolwijk om zo samen invulling te geven aan de richtlijn. Nou, het is gewoon heel belangrijk om een eerste stap te maken, zodat je inzicht krijgt in welke stappen te nemen zijn. Als je eenmaal begonnen bent met kijken waar je als onderneming impact wil maken, zet dan gewoon door. En maak vervolgens de stap, oké, waar wil ik naartoe? Wat is mijn lange termijn visie? Welke stip, hè, zoals we het wel eens benoemen, wil ik naartoe werken? En ik hou de IKEA-principe ook maar in mijn achterhoofd. Niet stoppen. Het is op dit moment het allerbelangrijkste dat je begint met het meten van je impact, het opstellen van je duurzaamheidsdoelstellingen en het praten met je stakeholders. Nou, we zijn aan het oriënteren wat de CSRD voor onze organisatie kan betekenen en wat onze klanten eigenlijk van ons verwachten daarin. Ik vond het een inspirerende sessie, dus ik ga wel met een andere mindset hier weg dan ik hier naartoe gekomen ben. Nou, deze bijeenkomst is onze eerste stap geweest en de volgende stap is kijken hoe het binnen onze eigen duurzaamheidsstrategie toegepast zou kunnen worden. Zijn we ook mee aan het ontwikkelen en dan moeten we daarna kijken hoe we dat verder mee aan de slag kunnen gaan.